Martijn, welkom bij VVV. Dankjewel. Je hebt al een echt bekende naam in Venlo. Heb je dat al meegekregen? Ja, dat heb ik wel een beetje meegekregen door het filmpje natuurlijk wat we hebben opgenomen. Dus, en Heibergen natuurlijk. Dus daar ben ik wel van op de hoogte, ja. Ja. Je hebt zelf ook een Venlose achtergrond, hè? Ja, klopt. Ja, mijn vader die komt uit Blerik. En ja, ik denk dat je heel veel generaties terug kan gaan. En die komen allemaal uit Venlo, Blerik, omgeving Venlo. Dus dat is de achtergrond, ja. Nou, mooi dat je nu zelf ook terug in Venlo bent. Waarom wilde je graag naar VVV komen? Ja, eigenlijk omdat ik bij Go Ahead wat minder aan spelen toe kwam. En ja, ik was op zoek naar een plek om daar verandering in te brengen. Dus toen uiteindelijk kwam VVV en goed gesprek gehad met Mark van Hintem, Stan Fox en Willem Jansen. En ja, toen was ik wel overtuigd van VVV en wilde ik graag hier naartoe komen. Wat overtuigde je dan? Waarom wilde je dan juist naar VVV komen? Ik denk dat het beleid wat gevoerd wordt, die indruk die ze me gaven in dat gesprek, ja, daar kreeg ik gewoon een heel goed beeld van de club. En ja, dat gaf me gewoon een goed gevoel om hier naartoe te gaan. Dat ze hier met iets goeds bezig zijn, zeg maar. Ja. Want je hebt best wel wat wedstrijden achter je naam, ook in de Eredivisie. Ja. Hoe is het voor jou dan om deze stap naar de Keukenkampioen-divisie te maken? Ik heb ook wat wedstrijden in de Keukenkampioen-divisie achter mijn naam, dus ik ken de competitie. Maar ja, het is wel een stap terug van Eredivisie naar Keukenkampioen-divisie. Maar ik denk dat het geen stap terug is in de zin van dat ik ja, eigenlijk wat minder speelde de laatste weekperiode bij Go Ahead. Dus dat het alleen maar een stap omhoog is, hopelijk naar meer speeltijd. Wat voor speler ben je? Ik probeer altijd veel gebruik te maken van mijn snelheid. Met loopacties in de diepte. En op die manier eigenlijk de snelste weg naar de goal te vinden. En vaak aan de buitenkant, buitenspeler, vleugelspeler. En het bespelen van de ruimtes en zoveel kansen creëren. Als je nu vooruit blikt op je periode hier in Venlo, wat wil je dan bereiken hier? Nou, ik denk dat we nu, als je kijkt naar de stand, dat we op een mooie positie staan om volle bak voor de play-offs te gaan, denk ik. En ja, als ik daar een bijdrage aan kan leveren dat we via de play-offs zouden kunnen promoveren, ja, direct mag natuurlijk ook, maar ja, als ik daar een bijdrage aan kan leveren, dan doe ik dat heel graag.